Namaste. Welkom bij deze buikspieren challenge. Vandaag geen yogales, maar een buikspieren challenge. Waarom? Omdat een aantal van jullie een e-mailtje stuurde en zeiden: goh, ik stoei met poses als bakasana, ik stoei met poses als pincha mayurasana. En al heen en weer schrijvend kwamen we erachter: buikspieren. Buikspieren zijn ontzettend belangrijk, zelfs in yoga. Yoga lijkt stretchen, maar er komt heel veel kracht bij kijken. Als je de Yoga Sutra's leest, ik heb het eerder gezegd, Patanjali schrijft over stabiliteit. Stabiliteit is een sterke core. Dus vanaf nu, op jullie verzoek, kan je daar iets aan doen? Yes, vanaf nu eerste dinsdag van iedere maand een buikspieren challenge. Maar we beginnen in child pose. Dus knieën zijn of bij elkaar, of je knieën zijn open en bovenlijf komt naar voren toe. Waarom beginnen we in child pose? Om een klein beetje lengte te brengen in onze onderrug. Veel mensen hebben ontzettend stijve onderrug. Ik ben er een van. En daarvoor wil je wat lengte creëren voordat je buikspieren gaat doen. Anders gaan de onderrugspieren het overnemen en train je je buikspieren nog niet. Oké, twee ademhalingen hier. En geniet ervan dat je nog niks hoeft te doen. Dan wandel. Handen richting knieën. Kom op je handen en knieën zodat je tenen onder je kan zetten. En duw jezelf op je hurken. Makkelijkste is gewoon voorover buigen op je hurken. Als je de ruimte hebt, open je knieën iets en buig voorover tussen je knieën. Als je de flexibiliteit hebt, kunnen je hielen naar de grond. Armen komen bij elkaar. Je kan iets met je bovenarmen tegen je knieën aanduwen. En dat creëert nog meer ruimte in je onderrug. Vooral onderin zit een kleine spier, quadratus lumborum, QL. En dat is een controlfreak. Als je buikspieren niet sterk zijn, neemt de QL het over. Maar die is er niet voor gemaakt. Dus dan schiet die in de stress. Oké, stretch hier. Adem hier. Eén ademhaling nog. Ga je handen naar de mat. Wandelen naar voren. We komen in all fours. Dan inademing. Kijk naar boven. Holle rug. Uitademing, bolle rug. Inademing, rug neutraal. Op een uitademing breng je je ellebogen naar de mat. Voeten stappen naar achter en we komen in een lage plank. Eén ademhaling hier. Dan rollen we de buitenkant van onze linkervoet. Rechtervoet komt bovenop. Schouder, elleboog is in lijn en rechterarm komt naar boven. We gaan 10 keer de grond aanraken. Dus we ademen in. En op een uitademing, rechterhand gaat onder linker oksel door. Raken de grond aan. En de inademing komt hij weer omhoog. Dat is 1. Daar gaan we. 2. 3. 4. En op. 5. En op. 6 en op, 7 en op, 8 en op, 9 en op, en 10 en op. Oké, rechte elleboog naar de grond. Rol de buitenkant van je rechtervoet. Inademing, linkerhand op, daar gaan we. Dat is 1 en op, 2 en op, 3 en op, 4 en op, 5 en op, 6 en op, 7 en op, 8 en op, 9 en op, 10 en op. Oké, rol lage plank, 10 tellen. Hier, hou je buikspieren aangespannen. Bilspieren zijn iets op, maar niet helemaal naar boven die billen. Eén lijn. Daar gaan we. 1. 2. 3. 4. 5.
Zes. Zeven. Acht. Negen. En 10. Langzaam bekken naar de grond. Ellebogen onder je schouders. Open je borstkas. Zo stretch je iets. De borstspieren. Tegelijkertijd kleine stretch voor de buikspieren. Blijf hier 5 ademhalingen. 1. 2. 3. 4. En 5. Oké, perfect. Handen onder je schouders. Kruis je enkels. En dan op, rollen we over op onze billen. Komen op onze rug liggen. Vuisten van je rechterhand duw je. Vuisten van beide handen duw je in je rechterbeen. Rechter onderbeen is parallel aan de grond. Linkerbeen komt op. Duw borstkast op, schouders van de grond. En dan gaan we het linkerbeen 10 keer naar beneden en naar boven bewegen. Dus net boven de grond en op voor 1. Dat is 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Nu komt het linkerbeen 45 graden. En de billenbekken komt van de grond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Knieën naast elkaar, vuisten in je linkerbeen. Linker onderbeen parallel aan de grond. Rechterbeen op. 10 keer naar beneden en naar boven. 1, 2, 3, blijf duwen in het linkerbeen. 4, 5, 6, 7, 8, onder rug tegen de grond. 9 en 10. Been 45 graden, bekken van de grond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Beide benen op, voeten naar de grond, handen naast je lichaam, vingers wil je hielen voelen. En op een inademing, oh, bekken op, uitademing, bekken naar de grond. 1 volledige ademhaling hier. Oké, borst van de grond, handen voorbij je knieën als het lukt. En we gaan 10 keer naar voren toe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Terug op de grond. Zet je voeten weer goed. Heupbreedte, vingers raken je hielen. Inademing, bekken komt op. Uitademing, bekken terug naar de grond. Oké, kom op zitten. We gaan naar bootpose. Optie 1, benen zijn gebogen, armen zijn op. Optie 2, volledige boot. Oké, 1 ademhaling hier. Dan gaan we van de hoge boot naar de lage boot. En weer terug, dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Dat is 4. Wow. Dat is 5. Dat is 6. Dat is 7. Dat is 8. Dat is 9. Slordige uitvoering. En dat is 10. Oké. Rol op je rug. Voeten naar de grond. Raak je hielen aan. Inademing, bekken op. Uitademing, bekken naar de grond. Oké. Terug naar het midden van de mat. Handen bij je hielen. We gaan de schouders van de grond afhalen. Rechterhand tikt rechterhiel aan. En gaan we terug naar het midden. Linkerhand, linkerhiel. Dus daar gaan we. Schouders van de grond. Rechts 1. Links. Rechts 2. Links. Rechts 3. Links. Rechts 4. Links. Rechts 5. Links. Rechts 6. Links. Rechts 7.
links, rechts 8, links, rechts 9, links, rechts 10 en links terug naar het midden. Oh, terug naar de grond. Inademing, bekken weer op. Uitademing, bekken naar de grond. Oké, kom op. Laatste pose. We gaan weer terug naar de boot. Handen komen bij elkaar. Brengen de handen over naar links en dan terug naar rechts. 10 keer. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Perfect. Klasse. Goed gedaan. Rol weer op je rug. Raak je hielen weer aan. Handen plat op de grond. Inademing, bekken op. Uitademing, bekken naar de grond. Strek je benen. Adem hier. Grote klasse. Eerste buikspierchallenge. Gedaan. Perfect. Volgende maand doen we er weer eentje. Donderdag is er een gewone yogales. Ik zie je in ieder geval bij de volgende video. Als je meer buikspierchallenges wil, zorg dat je een likeje geeft. Schrijf even in de comments, ik wil meer buikspieren. Dan zorg ik dat ik misschien nog vaker dan eens per maand een buikspierchallenge maak. Als je nu zin hebt om yoga te doen, klik op de playlist. Wil je meer over yoga weten, klik op die playlist. Als je het nog niet gedaan hebt, schrijf je in voor het kanaal. Meer kijkers, meer abonnees, meer video's. Tot de volgende video. Namaste.